We zijn hier leuk aan het lullen in thuis weer bij, maar we moeten ook packs openen en borden hebben. Oh, er oh. zijn borden. Oh, wat het is een walkout. Oh. Dames en heren, jongens en meisjes, vaders en moeders. We zijn hier weer met onze grote vriendin. Inta, want Inta, vertel mij even wat je hebt gepresteerd dit weekend. Ja, goud 2 maar hoor, dus het hoeft niet zo. Goud 2 jongens. Ja. We hadden zo gehoopt dat Elite 3 een keer in beeld zou komen, maar het is helaas goud 2 geworden. Ik heb gechoked. Gechoked? Inta. Ja, ik begon weer echt goed. Ja. Ik ging iets om 10 om... Nee, dat is niet waar. 9 om 1 of zo. Ik begon 7-0, 8-0. En dan verlies je het eerste potje en dan denk ik van, ah, 1 potje verloren, dus ik kan wel. En dan verlies je achter elkaar nog een keer het potje. En dan neem je de pauze en dan kom je terug. En dan, ja, toch die confidence is dan weg. En dan je prestaties ook achteruit, zeg maar. Velend, maar dus we moeten het doen met goud 2. Maar we hebben ook nog de Fish Rifles. En we hebben ook nog mijn de Fish Rifles. Daar gaan we zo mee beginnen. Met mijn account. En dan switchen we lekker gelijk door naar het account van Inta. Precies. Voordat deze video verder gaat, beste kijkers, wil ik graag dat jullie even deze video allemaal liken. Inta, voor hoeveel likes gaan we? Ik vraag het tegenwoordig aan de gasten. Hoeveel likes moet deze video krijgen? 2,8k. 2,8k? Ja, lekker precies. 2800 likes. Juist. Oké, nou, dat is een flink aantal. Dus wij vragen het speciaal aan jullie. 2800 likes. Doe het even voor Inta. Want dat is precies haar aantal. Dat moeten we even voor haar doen. Toch? Ja, precies. Abonneer ook even gelijk op mijn kanaal. We gaan goed de laatste tijd. Abonneer ook even op Inta. Ja, waar wil je geabonneerd op worden? Ja, YouTube heb ik 2 video's op staan. En ja, Twitter ben ik dagelijks actief. Oké, Twitter en YouTube, jongens. Volg Inta daar ook even op. We gaan verder, Inta. We gaan even naar mijn account. Yes. En dan beginnen we even met mijn The Fishing Rivals Rewards. Ik zal even de shareplay voor jou starten. Ik wou zeggen. Nog lekker in mijn Vitesse trainingspak. Ik kom echt net van voetbal. Oh. Ik zit er lekker bezweet bij. Oké. Ik weet niet of je dat erg vindt, Inta. Nou ja, goed, als ik je maar niet kan ruiken, dan... Ja, je zal mij niet ruiken. Als ik bezweet ben, ruik ik eigenlijk nog lekkerder dan als ik niet bezweet ben. Daar geloof ik helemaal niks van. Maar, onderschat je mij, Inta? Dat is maar even niet onderachter, denk ik, grapje. Wat zei je? Nee, dat is een grapje. Nee. Ik zei, er is maar één manier om erachter te komen. Oh! Oh. Nee. Oh, huts! Nee, grapje. Je bent er wel stil, jongen. Je bent echt stil. Ah, en normaal ben ik altijd degene die dat soort opmerkingen maakt. Nu krijg ik ze gewoon tegen. Daarom, dus daarom zeg misschien ik ben je de vrouwelijke slotter. Dat nou, is ook weet, kunnen. Inta is gewoon de vrouwelijke slotter, jongens. Nu we het trouwens over Inta hebben. Dat is misschien wel leuk om even te zeggen. Het idee was vanuit Inta en mij om de volgende keer, in de volgende video die we gaan opnemen samen, heel wat vragen door te nemen. Dus heb jij nou echt een speciale vraag voor Inta? Stel even die vraag hieronder in de reacties. Die vraag mag echt alles bevatten. Hij mag een beetje ondeugend zijn. Hij mag vies zijn. Hij mag leuk zijn. Mag aardig zijn. Mag geïnteresseerd zijn. Je mag niet te ver gaan. Het moet wel een beetje binnen de lijnen zijn. Mag soms een beetje erbuiten. Daar houdt Inta wel van. Maar je snapt wat ik bedoel. Stel die vraag hieronder. En wie weet gaan we jouw vraag de volgende keer behandelen in de volgende FIFA met een diva. En dan de Inta-versie. Goed, hoor. De Inta-versie, ja. Strak goeie. Zit je er al bij, Inta, ondertussen? Of? Ik zit er al lang bij. Ik zit op jou te wachten, eigenlijk. Oh, nou, oké. Ik ga lekker voor optie 2, Inta. Yes. We hebben toch nog wat pakketjes voor deze video. Weet je, vaak is het toch allemaal meuk, kloten en meuk. Nou, Rivals, daar durf ik voorlopig nog geen slecht woord over te zeggen, eigenlijk. Jij mag niks meer zeggen. Oké, we hebben maar 2 pakketjes. Dat is wel echt matig. Oké, nou... Laten we het lekker openen. We gaan het eerste pakketje van het Nahjog openen. Het zijn helaas geen borden, dus we klikken ook gewoon dan door, toch? Ja, het scheelt weer tijd. Nou, ik heb ondertussen een video gekeken hoe je ziet hoe het borden zijn. En ik moest zeggen dat ik het nog steeds niet goed kan zien. Die nog steeds niet in. Ja, die rand zeg maar daaronder, die moet een beetje oplichten. Maar precies. Ja, ik zie dat verschil. Die moet je heel goed opletten. Kijk, ik zal het je nu aangeven. Kijk, okay. We hebben geklikt. Nou, dit zijn sowieso het is spannend. Borden, toch? Ja, kijk, ja. Nu zijn het borden. Okay. Ja, want je ziet hem zeg maar meer knetteren. Het is iets zieks. Het is Falcao, zijn broer. Het is Davinson Sanchez. Doen we weer even. Dat is op zich best wel een lekker spelletje, hoor. Hoe ziet je team er eigenlijk uit? Oh, nou... Ik moet het eigenlijk wel komt zien, hier. Hè? Ah, oh, doe normaal. Dit is mijn. Oh ja, die Son. Ik heb die video gekeken trouwens. Ik had oortjes in. Ja, die was ik lekker, echt, hè? Ik stuur jou een rekening op voor gehoorbeschadigingen. Ja, is zo erg? Had jij dat ook al? Ik heb meerdere mensen gehad die dat vonden. Ja, dat is lekker. Dat we doen het, dat galmt gewoon op steeds. We moet, doen het, eigenlijk we moet doen op elk... het.
Eigenlijk moet ik het elke video gewoon weer terugbrengen. Dus ja, eigenlijk zullen we het gewoon nu nog een keer laten zien? Ik laat het nu gewoon even nog een keer zien voor de kijkers die niet weten hoe ik aan die rode zon kom. Oh! We doen het! We doen het! We doen het! Ja, inderdaad, het is wel echt slecht voor je oren. Hè? Dus, oh, er kwam frustratie uit Inta, dat wil jij niet weten. Het was bizar wat daar allemaal gebeurde. Je kunt er als goed is, kun er nu bij. Ik zit er al in zelfs. Oh. Sorry. Ik zit er al in, Inta. Ja. Trouwens, een Team of the Week packje voor je bewaard. Dus kun je ook nog zo? Weer. Ja, doe ik voor jou, hè. Zo. Het wordt steeds gekker hier. Het wordt steeds hier gekker, dames en heren. Maar Inter, krijg je nou ook gewoon veel meer aandacht? Of merk je, zeg maar, kennen mensen jou nu ook meer? Of valt dat nog tegen? Vooral een Discord van mij. Daar zit ik dan in en met ook best wel een aantal Nederlanders. En die zien mijn naam natuurlijk. En dan is het van, wow, ben jij die van die video? Dan zeg ik ja. En dan is het super cool en super vet. Een super leuke video. En vaker doen. Dus dat is wel grappig om mee te maken eigenlijk. Ook op straat. Dat mensen je wel eens tegenkomen. Of voetbalclub. Dat zeggen, hey, Inter. Ja, voetbalclub wel. Ja, oud-klasgenootje van mij die ik niet zo heel vaak sprak. Die durfde nou ineens wel naar me toe te komen. Van, hey, Ronaldo. Ja. Ja, die dacht natuurlijk, jullie douchen nu allemaal na. Dus, ja, precies. Ik kom precies. Er even lekker bij. Niemand is pot in het team. Ik ga dus even. Nee. Nou, ik heb wel een aantal reacties gezien bij jou dat ze toch anders denken. Maar nee, echt niet. Hey, pak even de tweede dadelijk trouwens als eerste. Oh, want? Nou ja, goed, dat deed jij ook. Toen pakte Hessel. Dus, Oké, nou, we gaan het doen, Inta. Yeah. Ben je klaar voor? Ja. Blijf positief. We gaan gewoon beginnen. Inta, daar komt je eerste player picky. Virgil! Oh. Ah, dit is echt wat ik de hele dag al heb gezien. Ja, echt dat dacht ik al. Kut, kloten en kut. Ja, doe maar die Fischer. Niet de broer van Son? Ah, kom op, man. Oké. Alsjeblieft, jongens. Kijk eens wat nou een keer zijn van Dijk. Ik heb zoveel player picks vandaag geopend en nul keer van Dijk. Het is echt belachelijk. Ik heb echt nog nooit iets goeds gekregen uit player picks. Echt nog nooit. Jij mag niet meer klagen. Ja, maar de player picks, hè? Oké. Ik heb ook voor het eerst laatst een goede player pick gehad en dat was Son. Oké, precies. Komt-ie. Ja? Kom aan. Ik ga klikken. Ja. Nee, ik hoor het al. Vet hem niet. Hoe wist je dat? Ja, je hoort het toch in, als hij open gaat? Of hoor je dat niet? Nee. Oh. Je hoort het als het open gaat. Ja, dat weet ik. Daar had je het een keer over of zo. In de eerste video. Heb je hele goede oren. Nou, je had gelijk. Ja, ik had gelijk, dus wat dat betreft. Bender? Ja, joh, is goed. Gaan we door, Inta. Het laatste Steve 2 pakketje, maar we gaan eerst naar jouw zeldzame goudpakket. Er is geklikt. Ik hoor gerommel in de achtergrond. Toch? Nee. Precies. Kijk, Inta, je leert het. Ik begin het al te leren, ja, zeker. Ben je klaar voor? Ben ik klaar voor. Een zeldzaam megapakket voor Inta. Daar gaan we. Kan je het zien? Dat is niks, hoor. Dat is namelijk niks. Nee. Tweede zeldzame megapakket gaan we dan ook maar openen. Ja, jongens, kom op. We zijn hier leuk aan het lullen. Inta is er weer bij. Maar we moeten ook packs openen en borden hebben. Oh. Het zijn borden. Het is een walkout. Oh, kom op. Frans. Portugees. Van dat kan niet. Nee, die kan niet. Kut, sorry. Oh. Dan krijg je de beste handdoek met een walkout. Ja. En dan krijg je die vette kneus eruit. Ja. Als ze dan iets waard zou zijn, maar dan valt er ook weer tegen. Ja, die kun je niet goed discorden. Kom maar op, jongen. Nou, dat vond ik heel mooi. We gaan klikken. Laat het iets moois zijn. Nee, is niks toch? Of wel? Maar jawel. Ah, nee. Huh? Nee. Ik zat niet op te letten. Ik dacht van, is het nou echt niks? En toen heb ik niet meer gekeken of het een walkout was. Maar ja, Inta, je pakketjes zitten erop. We hebben denk ik niks meer. Echt helemaal niks meer. Nee. Ook niet zo'n gouden upgrade kunnen we ook niet meer doen, denk ik. Want die hebben het vorige keer vast ook gedaan. Of dat was niet met mij, denk ik. Ja, ik kan mijn team laten zien inderdaad, maar voor de rest valt er ook niet veel. Misschien heb je nog een lekker verhaal wat je wilt vertellen. Iets wat je onlangs is gebeurd. Even kijken. Nee, niet echt. Nee? Nee, behalve heb je geen vriendje, Inta? Nee. Nee? Nee, heb je geen vriendje? Heb je nog nooit een vriendje gehad? Ja, dat wel. Niet zo meteen helemaal naar beneden, maar... Oh, nee, ik heb op dit moment geen vriend. Zijn je wel voor open? Ja, zeker. Ja? Zij is zelfs is best een leuk iemand op het moment, dus... Je hebt op dit moment een leuk iemand? Ja, wie weet wat er naartoe loopt. Maar je bent met hem lekker aan het daten? Aan het... Ja, ik ben met hem... Ja, nee, ja.
Nee, hallo, ja, hoe oud ben je? 19. We zijn beschaafd hoor. Oh, nou nog wel. Net ja, zijn we anders. Ja, nee, je moet trouwens niet naar mij kijken. Maar ja, ik denk, jij bent 19, een meisje, weet je. Ja, gewoon nee, netjes, joh. Weet je. Eerst een paar keer daten en dan... Ja. Ik hou verwijselijk mijn mond dicht. Oké. Misschien is dat allemaal een leuke vraag voor de volgende keer, jongens. Dus nogmaals, heb jij een leuke vraag voor Inta? Reageer even hieronder, want die vragen gaan we de volgende keer... Ik weet niet wanneer die volgende keer is, maar in een FIFA met de dieven met Inta... Hoe die behandelen. Dus heb jij dus een geniale vraag? Wil je echt iets weten van Inta? Kijk, ze is dus single, dat is een belangrijke vraag. Ja, heb je dus nog een hele goede vraag voor haar? Stel die even, toch? Ja, mag allemaal. Zeker. Inta, ik ga jou bedanken voor vandaag. En van hetzelfde. Speciaal voor jou, Inta. We hebben deze serie opgericht. Af en toe pikken we even nog een andere vrouw tussendoor. Maar voornamelijk gaan we ook met Inta opnemen. Dat vonden de kijkers ook heel erg leuk. Af en toe pikken we even een andere vrouw tussendoor in FIFA met een dief. Paskie stijl. Precies, dat is mijn stijl, weet je. Nooit met één vrouw langer dan een paar weken zijn. Heb jij eigenlijk een vriendin? Nee. En weet je hoe lang al niet? 2 jaar? Wat is het nou? 4,5 jaar denk ik al. Meen je niet? Ja, ja, ja. Is gewoon te druk of... Ja, ik weet niet. Ja, ik ben heel moeilijk daarin. Nee, dat is alleen maar goed, toch? Dank je dat je mij waardeert, Inta. Oké, mensen. Vergeet deze video niet nog eenmaal te liken. Het is namelijk 2800 likes die wij dus moeten proberen te krijgen. 2800 likes zijn door Inta geëist. En maak Inta niet kwaad door 2700 te doen. Het moeten er echt minimaal 2800 zijn. Anders wordt Inta helemaal gek. Ga ik al mijn collega's af, die liken maar gewoon. Ga je lekker al je collega's af. Ja, oh, dat klinkt. Ja, nee, dan mag. Nee. Ja, dat klinkt. Het klonk weer. Jij maakt wel toch echt opmerking. Hey, ik ga al mijn collega's maar even af. Nou, ja. Kijk, het klinkt ook, heel hè, vies. Dus, ja, precies. Die glijden nu allemaal van hun stoel af. Wat gaan we verkeerd, jongens? Het is 10:30 s'avonds nu. Het is een lange dag geweest. Ik denk dat de video gaan afsluiten, Inta. Denk ik ook, ja. Wil je bedanken? Yes, gaat helemaal verkeerd hier. Dat is maar beter als we afsluiten. We moeten maar afsluiten, anders gaat het helemaal mis. Volg Inta nog even op Twitter en op YouTube. Abonneer op mijn kanaal, we gaan goed. Like deze video nogmaals. En dan Inta, tot de volgende keer. Yes, zullen we zwaaien? Jazeker. Oké, doei Inta. Jo, tot snel. Doei. Doei.